laatste wedstrijd van het seizoen is gespeeld, 2-0 gewonnen. Ben je tevreden? Ja, ik ben zeer trots op onze jongens, moet ik zeggen. Want ik weet gewoon hoe moeilijk het is om die laatste wedstrijd toch weer op te laden. En als je dan zo'n prestatie neerzet, dan vind ik het een heel groot compliment waard voor deze jongens. Waar ben je het meest trots op, het meest tevreden mee, wat ze hebben laten zien? Nou, we hebben al gezegd, voor Portland is het iets tegen een grote internationale club te spelen. Dus je weet dat ze er vol van gaan. En als je dan niet geconcentreerd bent, dan kun je in ieder geval een nare uitslag krijgen. Maar aan de andere zijde kun je ook gewoon blessures oplopen. Omdat je niet geconcentreerd bent, omdat je misschien iemand een ziekenhuisbal geeft. Maar ze hebben één kans weggegeven in de tweede helft. En voor de rest hebben ze volgens mij hebben 80% balbezit gehad. Misschien dat we in de eindfase misschien nog wel iets meer konden creëren. Maar daarna, ik heb hele goede dingen gezien met één keer, twee keer raken tussen de linies. Heel goed gespeeld, van links naar rechts en heel geduldig. En eigenlijk zijn we op geen moment in gevaar geweest. Lorenzo, laatste wedstrijd van het seizoen zit erop. 2-0 gewonnen. De trainer was heel tevreden. Jij? Ook? Ik was wel tevreden, ja, maar ik denk dat je ook wat mindere punten uit de wedstrijd kon halen. En, soms waren we slordig. Al in al, hun hebben thuis nog niet verloren. En wij zijn de eerste die ze hier thuis verslaan. En dat is ook weer iets wat je meeneemt. Ja. Leuk dat je ze thuis kan verslaan, dat je de eerste bent. Hoe tevreden ben je überhaupt over het afgelopen trainingskamp? Dat is na het kampioenschap zeg maar nog een moedje misschien. Maar was het leuk? Was het goed? Ja, voor de teambuilding was ik fantastisch. De eerste wedstrijd was wel even lastig om op te laden. Ook omdat ik heb die jongens veel vrijgegeven. Ja, dan liggen ze ook wel eens een keer om 3 of 4 in hun mandje. En dat geeft ook helemaal niet. En dat zag je wel even hoor, de eerste wedstrijd. Maar de tweede wedstrijd hebben we het wel iets serieuzer aangepakt. Ook omdat je ook met jetlag, dus je moet er wel voorzichtig mee zijn. En nogmaals, dat hebben ze fantastisch opgepikt. Het seizoen zit er dus op. Met welk gevoel ga je de zomerstop in? Nou, ook door dit gezien te hebben, ga ik met een heel goed gevoel de zomerstop in. En met de gerichte aankopen die we hebben gedaan, heb ik een heel positief gevoel voor het volgende seizoen. Blij dat het seizoen erop zit, dat het vakantie is? Ja, als ik nee zou zeggen, zou ik liegen. Ik ben op zich best wel blij dat het erop zit. Dat we eindelijk toch gewoon een beetje kunnen genieten van onze vrije tijd. En onze dingen kunnen doen. En ja, dan weet je dat je er volgend seizoen weer moet staan. Het is in ieder geval een mooi seizoen geweest. Ook voor jou persoonlijk, denk ik. Absoluut. Als je terugkijkt naar het kampioenschap en dat de trainer me toch een basisplek heeft gegeven. Dan is het een heel positief seizoen.